Hey, mijn naam is Michael Myers. Like nu deze video, anders kom ik achter je aan. Like deze video sneller dan 3 seconden tijd, anders is er een grote kans dat Jason Verhees, Freddy Krueger of weet ik wat straks allemaal naar je huis te komen. En dat wil je liever niet hebben, dus 3, 2, 1. Vandaag gaan we 3 uur straks verstoppertje spelen, een oh my god. Hallo. Hey, mijn naam is Leatherface. Ik verwacht je zometeen bij het Dolhof. Je vrienden spelen ook namelijk mee. Wat gaan we doen? Verstoppertje. 3 uur s'nachts. Is dat duidelijk? Ja, Leatherface. Oké. Dan zie ik je daar. Damn bro, Leatherface is wel kapot één man, ik zeg je eerlijk. Maar goed, we moeten het verstoppertje spelen, ja. Misschien moeten we gewoon lekker naartoe gaan rijden, dus weet je wat, laten we het gelijk even doen ook. Oké, ladies and gentlemen, we gaan dus duidelijk naar de plek rijden en oh my god, het is nu nog daglicht, maar het zou zo meteen wel nacht zijn, dus dat betekent dat we moeten gaan zoeken. Of tenminste, we moeten gaan verstoppen. En de 3 zoekers zijn als het goed is, Michael Myers, Jason en Leatherface. Oh my god, dit gaat echt spannend worden mensen. Die willen die achter je aan hebben mensen, daarom zeg ik al like even deze video, want dan ben je veilig. Dus weet je wat mensen, wij gaan er lekker naartoe en ja, hebben jullie zin in het verstoppertje? Laat even weten in de comments. En laten we dit keer naar de 5000 abonnees gaan en met Deli even naar die 100.000. Mochten we de 100.000 abonnees halen, zou natuurlijk amazing zijn. Dus mensen, let's push it. Oké, het is al nacht en dat betekent maar één ding, dat we hier verstoppertje moeten spelen. En dus laten we hier naar binnen rijden en er staan douane. Ik weet niet of hier zo mogen komen. Het is niet zomaar verstoppertje, maar met creepypasta's. Of ja, creepypasta's, laten we zeggen horrorfiguren. Uit horrorfilms. En ik ben benieuwd, is het echt of niet? Ik weet niet of ik het moet vertrouwen. Mensen, is het een slim idee geweest dat ik het vertrouwde, ja of nee? En wie vindt hier van de 3 het engste? Leatherface, Jason of Michael Myers? Laat even weten. Oké, we zijn dus aangekomen bij de plek. En weet je wat, laat hier even uitstappen. Dat is best. Oh my god, die gaat echt heel spannend worden. Laat op de plek gaan lopen en ik hoop dat het allemaal goed komt. En daar staan ze al hoor. Laat ons wapen weg doen. Hallo, goeie avond. Hoe gaat het met jullie? Ja, gaat goed. Luister, er zijn een paar spelregels. Wij 3 gaan jullie 3 zoeken. En wij krijgen 20 seconden tijd om te tellen. Als je gevonden bent, dan word je dadelijk weer voorgeroepen. En diegene die als eerste gevonden is, mag gaan zoeken. Is dat duidelijk? Ja hoor, ik heb alleen een vraagje. Waarom hebben jullie wapens eigenlijk vast? Wapens? Waar heb jij het over? Leatherface heeft er eentje vast omdat hij net hout aan het hakken was voor zijn kacheltje. Jason Verhees heeft er eentje vast omdat hij net bezig was met zijn auto's. Hij moest wat auto's repareren. En ik heb een mes vast om vlees te snijden. 3 stuk. Ah, oké, duidelijk. En dan mogen we gaan verstoppen, neem ik aan. Ja, en wij gaan tot 20 tellen. Is goed. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, hun zijn lekker aan het tellen. En dat betekent maar één ding, dat we lekker snel moeten gaan verstoppen. Maar dat we gevonden gaan worden, dat willen we echt niet hebben. Dus hopelijk komt alles goed. En ja, waar gaan we eens verstoppen? Pwah. Ik zit te denken om hier te gaan verstoppen, man. Heerlijk. Oh nee, hier is doodlopend. Het is een doolhof, hè. Oké, daarachter. En als goed is, kun je daarin. Hè? Als goed is. Even kijken hoor. Ja, hier. Dit lijkt wel gewoon een prima verstopplekje. Niet te moeilijk. Dus ik niet zomaar komen. Nu ben ik benieuwd of de rest ook al verstopt is. Oké, en de rest is nog allemaal aan het lopen. Oké, Trevor is al verstopt. En ik ben benieuwd. Gaan ze zo meteen los? Ik zie ze al wel hier staan. Dus ik ben benieuwd. Oké, en de dieren worden dus losgelaten. Oh my god, ze gaan dus met z'n 3 erop af. Ik ben benieuwd wie er als eerst gevonden gaat worden, man. Eerlijk, ik vind het wel spannend, maar ik weet niet of ik hier lang moet zitten. Dus laten we proberen de uitgang te vinden door het doolhof. Oké, hoe gaan we het beste in? Oké, dus dit is de achterkant. Dan moeten we sowieso wel niet zijn voordat we straks gevonden gaan worden. Komen ze eraan? Ja, ik zie ze al daar aankomen. Oké, laten we proberen buurtvrij te doen. Ja, maar we moeten door het doolhof. We mogen er niet andere kant op, zeg maar. Want anders zijn we gedisqualificeerd en dat wil ik dus niet hebben. Dus ik ben benieuwd. Oh my god, volgens mij zie ik ze al lopen. Oh my god, ik hoop het niet. Oké, waar zijn ze? Proberen te ontsnappen. Ze mogen mij niet vinden. Als ik aangetikt word, dan ben ik af. Snap je? Oké, dat is fout. Oké, is hij hier ergens? Oké, volgens mij gaat het wel goed zo. Snap, doodlopend. Nee, daar is hij. Oh nee. Hij is achter me aan. Nee. Oh, ik vind het eng worden, man. Oké, laten we zo gaan. Want we mogen eigenlijk helemaal niet zo langs. Dus eigenlijk, zeg maar, ik deed altijd wel zo, maar dat is niet helemaal eerlijk. Dus laten we proberen snel naar de uitgang te gaan. Oh, nee. Doodlopend. Pas op. Oké, zie je de uitgang ergens? Ja, als het goed gaan we nu wel goed, hè? Ja, de uitgang. Oh my god, en we beginnen HP te verliezen. Oké, laten we gauw buurtvrij zeggen. 3, 2, 1. Buurtvrij. Zo, ik heb het in ieder geval gehaald. Heel fijn. Goed gedaan, Delano. Je hebt heel goed gespeeld. Maar vergeet niet dat jij zometeen mag tellen en ons moet gaan zoeken. Tel tot 20 en wie weet vind je ons. Oké, dat is helemaal goed. Weet je wat, laten we gaan tellen. 1, 2, 3. Wie die weg is gezien, ik kom. Oké, we zijn wel heel snel aan het tellen, maar ja, voor mij zijn ze al lang weggelopen. Exactly wat dat told, ze zijn dus weg. Oké, we mogen dus niet langs de buitenkant. Ze moeten echt langs de binnenring gaan lopen. Oké, we mogen wel zo. Oké, dit hoort nog bij de doolhof, maar we mogen er niet achterlangs, zeg maar. Maar hopelijk kunnen ze vinden. Ik ben benieuwd. Oké, zou die hier zijn? Oké, even kijken hoor. Is iemand hier? Laat je nu zien. Oké, en? Oh my god, nee. Are you kidding me? Michael is dood. Of Trevor bedoel ik. Nee, man. Wat is er gebeurd? Oh, ik wist het. Ik had ze niet moeten vertrouwen. Oh mijn god. Schande dit. Oké, dat betekent dan maar één ding. Dat we het volgende moeten gaan zoeken. En dat is Michael. Michael, ben je hier ergens? Nee, hier is hij niet. Wacht. Hiernaast ergens denk ik dat hij is, hè? Oké. Michael, waar ben je? En... Nee. Michael is... Nee, hè. What the hell? Ik ben die keihard opgeleerd. Hé, waar zijn jullie? Griezels. Jullie hebben er iets mee te maken, hè? Mijn god, zeg. Laat die heel snel wegkomen. En natuurlijk zijn ze gevlucht. Nou ja, dat betekent maar één ding. Dan moeten we op hoe gaan zoeken, hè? Weet je wat? We gaan ze lekker opzoeken en we gaan wraak nemen. Want dit kan gewoon niet. Verschrikkelijke actie, dit. Weet je wat? Laten we onze auto pakken. En oh nee. Ze zijn helemaal die kant op gevlucht? Zijn ze serieus zo ver gaan rijden? Oh nee, hè. Nou, dat betekent maar één ding. Dat we gewoon op af moeten gaan. En hoe lang we aan het rijden zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar één ding weet ik wel. Het zijn wel de daders. De daders van de Michael en weet ik voor wat. Het is dat Jason maar niet te pakken kreeg dat hij snel was. Dus daar heb ik geluk.
geluk mee gehad. Maar waarom dat hij mij niet vermoord, dat weet ik niet. In plaats van dat gaan ze proberen te vluchten. Nou, wat een zwakke actie, zeg. Jezus. Weet je wat, ik zie jullie daar weer. Oké, mensen, laten we de laatste meters gaan maken. En laten we zorgen dat we even stoppetje kunnen spelen, man. Eerlijk is heerlijk. Zou wel mooi zijn. Ja, in ieder geval proberen aan te pakken. My god, ik ben gewoon serieus. Ei! Rotzak, door jou ga ik de bocht in, hè? Dat doe je expres zeker, hè? Oh mijn god. Maar laten we even niet klagen, we gaan lekker erop af. En ik ben benieuwd of ze daar zijn. Oh my god, ik ben heel benieuwd. Mensen, hoe erg ready zijn jullie voor het Halloween seizoen? Oké, dus daar moet het zijn, hè? Oké. En laten we naar binnen gaan. Niet langs de achterkant, maar langs de vuurkant. Dus we gaan even kijken hier, joh. We gaan kijken wat hier is. Weet je wat, laten we gewoon lekker naar binnen gaan. Misschien een goed idee. En we gaan even kijken, man. En wat? Wat is er gebeurd? Oh my god, wat een vieze bloederige bende. En de barvrouw dan? Oh my god, ik weet niet. Barvrouw, ben je nog? Nee, wat? Wat is er gebeurd met jullie? I don't even get it. En wat, Jason? Jij hebt het gedaan. Au, hey! Stop daarmee. Jason. Oh, nee. Au, oh. Snap, en ik heb helemaal niks. Ik heb alleen maar dit. Weet je, Jason, stop. Zo. Oh, ik moet eigenlijk niet schieten, want ik weet dat het maakt veel lawaai. Maar ja, beter dat dan helemaal doodgaan. Dat is het beste maar. Oké, gauw wegwezen hier, voor het te laat is. Lieve, lieve mensen, laten we heel gauw wegwezen hier. Laten we gauw wegrijden, want oh my god, dit wordt echt heel akelig. En ik word hier heel na van vooral. Dus ja, wegrijden nu. Oh my god, laat even over de vluchtstrook gaan. En ja, wat hier gebeurt, dat kan gewoon niet, bro. What the hell? Nou, in ieder geval, we gaan lekker daar naartoe. Oké, guys, de volgende die we tegen gaan komen is, als het goed is, Jason of Michael Myers. Ik denk Jason, want Michael Myers woont heel ergens anders, dat weet ik wel. Ik weet ondertussen waar die Giezel woont, dus die gaan we gewoon opzoeken zo. En ik zweer het, die gaan we eventjes lesje leren. Man. We gaan sowieso even zorgen dat we even dingen zijn les gaan leren. Jason. Was zo slecht in die namen, man. Maar dat komt omdat ik er niet heel veel mee heb. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan er gewoon naartoe. En ik zie wat er gebeurt. Oké, en dan komen we dus aan bij het huis. Het huis Anubis. Oh my god. Nee, het is geen huis Anubis. Maar goed, laten we hier even langs achter gaan. En even onze auto hier stalleren. Oei. Oké, dat was niet de bedoeling. Stalleer je auto. Oké, laat die gewoon naar binnen gaan. En we gaan even zoeken, man. Oh my god. We gaan hier naar beneden toe. En wat zou je zijn? Oh my god, ik weet het niet. Oh my god, wat is dit? Oh nee, Leatherface. Are you kidding me? Hey, au! Oh nee, Leatherface, je staat hoger. Je hebt high ground, bro. Nee, nu heb ik high ground. Oké, let's go. Jason, we gaan je pakken, vriend. Of Leatherface. Zo, Jason hebben we net te pakken. Nu ga jij eraan. Zo. Had je nou wat, hè? Kom aan. Nee, serieus? Liggen jij, vriend? Zo. Oké, pak. Zo, hoppakee. Dat betekent dat we je op de kampvuur moeten leggen vannacht. Oh my god, heel gauw wegwezen. We hebben in ieder geval hakbal te pakken. En laten we nu de laatste gaan zoeken. Michael Myers. Een vreselijk figuur, een vreselijk gezicht. Maar toch, we gaan hem te pakken nemen. En hij is niets minder van Halloween. Dus weet je wat, mensen? Wij gaan er lekker naartoe. En wat? Oké, wie vindt het tot nu toe het engste? Laat even achter in de comments. Ik ben benieuwd. En hopelijk krijgt de laatste ook te pakken. Oké, ladies and gentlemen. En we komen dus aan bij de allerlaatste plek. Oh my god. Dit gaat heel spannend worden. Eerlijk is eerlijk, dat kunnen we wel zeggen. Maar desalniettemin, we gaan ze pakken, vriend. En ze gaan hier niet meer normaal weg kunnen komen. Want wat ze mij hebben aangedaan, dat vergeet ik nooit meer. En laten we hopen dat het duidelijk is. Het is tijd voor wraak. Hier is het. Het huis van Myers. En ik zie hem volgens mij al staan, hè. Michael. En ik zie hem al in de vechthouding staan, hè. Oké, dan gaan we gewoon naar boven toe. En we gaan hem pakken. Michael Myers, ik weet precies waar je bent. En die freaking badkamer, hè. Hey, dat doe ik even niet, hè. Zo. Hoppakee. Daar ga je dan. Heb je nog wat, hè, Michaeltje? Eikel. Eikel Myers, hè. Hoe overleef jij dit? Zo. Eerlijk is eerlijk, hè? Je hebt dank iedereen lastig kunnen vallen. Zo. Hoppakee. We hebben Michael Myers te pakken, mensen. Dat betekent maar één ding dat het einde van de video er is. Like deze video, abonneer je kanaal en belletje aan. Ik zie je later terug bij een nieuwe video. Adios.